Wij zijn Team EasyFit en wij produceren en verkopen bodies voor baby's die 3 keer langer meegaan. Wij zijn van Phoenix Tire. Wij verkopen een revolutionaire fietsbinnenband. Als je fietsbinnenband lek geraakt, kan je het weer oppompen en ben je weer op weg. Wij zijn Ovomanto en wij produceren vlees- en vegetarische kroketjes op grootmoederswijze. Wij zijn Boosballs en we maken cocktailtapas aan de hand van moleculaire gastronomie. Patron Shirts is een hoogkwalitatief Italiaans merk van mannenhemden. Eén comfortabele pasvorm in allerlei verschillende patronen. Met het project Aquaterra hebben wij een machine ontwikkeld waar we ongeacht de klimatologische omstandigheden planten en andere gewassen kunnen kweken. Cirque heeft achtergelaten kampeertenten op festivals een nieuw leven door ze te herstellen en opnieuw te verhuren. Bijzonder is een project dat duurzame verpakking ontwikkelt uit natuurlijke materiaal zoals bijvoorbeeld bijenwas. Met e-alert hebben we een licht ontwikkeld die de elektrische fietser duidelijk herkenbaar maakt in het verkeer en zo het aantal ongevallen vermindert. Wij zijn Pentalite. Pentalite is een modelleerbaar, designvol en gebruiksvriendelijk lamp. Dat bestaat uit een koppelstuk en een staafje. En hierdoor kun je je eigen lamp helemaal in elkaar steken. Ring of Life een zeer belangrijke rol speelt. Ze brengen studenten, leerlingen, onderwijzend personeel en bedrijfsleven samen. Op die manier zorgen zij ervoor dat de link tussen onderwijs en ondernemen wordt gelegd. Dit is eigenlijk begonnen vanuit een vak waarbij we een circulair product moesten ontwikkelen om de afvalberg te verkleinen. We hebben deze lamp volledig zelf ontworpen en geproduceerd met onze eigen 3D-printer, wat ook een zeer leerrijke ervaring was. We hebben geen achtergrond in de mode, waardoor wij enorm veel geleerd hebben tijdens dit project, zowel qua productie als het design. We zijn heel gedreven in het ondernemen. We doen het graag en dit was perfect in onze richting ook bij het Advanced Business Management. We hebben ook leren een businessplan opstellen, het financiële aspect erachter. Leren kennen. Wat heb je geleerd, gasten? Door veel te brainstormen zijn we toch uiteindelijk tot een werkende prototype geraakt. We hebben als jong ondernemend team heel veel ervaring opgedaan met het oog op de toekomst, hoe het er in de echte wereld aan toe gaat. Zo'n evenement leert ons eigenlijk heel veel, namelijk stappen zetten, goed presenteren, durven netwerken durven spreken gewoon. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel graag een vergadering bij Solvay hiervoor verplaats, om hier aanwezig te kunnen zijn. Deze creativiteit, deze ondernemingskracht, dit is fantastisch. Presenteren voor een grote jury is een uitdaging voor ons. Het brengt een klein beetje stress met zich mee. We hebben ondertussen al op school gepitcht, de provinciale finale gedaan, maar hier staan is uiteraard nog een uniekere ervaring. We hebben dus vernieuwing nodig, we hebben ondernemerschap nodig. En in deze finale komt dat prachtig tot uiting. De winnaar is Phoenix. Het algemeen niveau van de cases is heel groot. We hopen ook dat dat internationaal goed kan scoren, uiteraard. En de winnaar is EasyFit. Ik voel eigenlijk heel goed om hier nu te winnen. Ik denk dat niemand van mijn team dat eigenlijk had verwacht. Dus het voelt gewoon heel goed.